Een goede middag allemaal. We zijn hier in Almere. En we zijn Mariska. Ja, mooi. Ja. Elfrink. Elfrink. En ik ben Jacqueline Peek. En we zijn hier vanmiddag omdat de zonnebloem iets bijzonders heeft geregeld voor vandaag. En jij komt al vaker hier. Ja, dat klopt. En wie is Miranda Elfrink? Mariska Elfrink. Ik ben 29 jaar. En ik woon in Almere. Ga me met mijn hulpond. Zullen we de hulpond even in beeld brengen? Ja. Ja. Gaan we even naar de hulpond. Die ligt nu lekker te lusten. En je hulptasje. Even kijken wanneer we de hond in beeld hebben. Ja. Kan je hem roepen dat hij opkijkt? Of? Dan kijk ik. Ja. Ja, goed. Dan ben je. Lekker groen. Ja. Luistert goed, hè? Ja. En Don is jouw geleider? Mijn hulppomp, ja. En wat doet hij allemaal voor je? Als ik iets ga vallen, raapt hij voor me op. Hij kan in huis dingen aangeven. Oh. De bak in en uit de wasmachine halen. Wat zeg je nou? De was uit de wasmachine halen? Ja, en indoen. Dat meen je niet? Ja. Wow. Ja, brieven leeg halen. Heel veel. Ah, ja. Ik denk hij geleidt je langs de weg, maar nee, ook in huis helemaal. Een geleide hond is meer voor als je niet goed kan zien of helemaal niet kan zien. Dan heb je een geleide hond die je helpt om de weg te kunnen vinden buiten. Ja. Maar hij hoeft dat niet te doen voor mij. Nee. Maar in huis hele grote hulp, ja. Dus. Ja. Wow. En de was ophangen dan? Dat kan je nog recht niet. Ja. Dan moet je wel heel hard springen. Ze kunnen heel veel, maar... Of heb je dan een wasdroger? Ja, heb ik ook. En kan het dan uit de wasmachine in de droger stoppen? Ja. Bijzonder. Ja. Dan kan je een stuk genieten van het leven. Dat je niet altijd van iemand anders afhankelijk bent. Maar wel je eigen Don hebt. Het is ook fijn om de hond bij je te hebben. En dat die je gewoon kan helpen. Want je moet toch vaak even wachten op mensen en op een hond hoef je niet te wachten. Nee, die is gewoon bij je. Die is gewoon bij je. Huishoudelijke hulp in huis, maar ook een hele grote vriend. Ja, dat vooral. Ja. Ja. Mooi hoor. Kijk. Dat vooral.
En toen ik binnenkwam, zei ik, mag ik hem aaien? Ja. Mag niet. Maar dat mocht niet. Hij is alleen voor mij. Dan blijf ik hem voor hem. Duidelijk. Dat hij dat alleen voor mij is. Ja. Dat hij niet afgeleid wordt. Ja. Alleen, het is ook wel eens zo, als ik hem hiermee naartoe neem, dan mag hij ook wel eens gewoon vrij zijn. Okay. En dan mag hij wel worden geëind door anderen. Ja. Als jij er niet bij bent? Ja, maar soms denk ik van, nu hoeft hij me niet echt te helpen. Dan mag hij ook gewoon vijf. Ja. Ja. En hij zit nu gewoon ook zo lekker naast. Ik ga hem even bijdraaien weer. Ja. Even kijken, moet je even een beeld. Ja. Oh, dan gaat hij achter de stoel. Oh, ja, ga ik hem weer. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan vanmiddag nog naar een ander programma, hè, voor de zonnebloem. Ja. Dus ik denk dat we het nu hier even bij laten. Echt goed. Dankjewel voor jouw tijd en inzet. Ja, en ook. Hou haar blogs in de gaten. Ja. En haar Facebookpagina. Ja. Wie weet, tot de volgende keer. Ja. Tot ziens. Doeg. Als eventvlogger op je event.